Hoe werkt de automaat in de nieuwe Opel Corsa en de nieuwe Opel Corsa e? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewens en ik ben werkzaam in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewens & Roden. Op dit YouTube-kanaal verschijnt elke week een nieuwe video met uitleg over een open model of met uitleg over een open systeem zoals deze. Nou, bekijk je ons kanaal voor het eerst? Van harte welkom, maar vergeet niet om abonnee te worden. Dit kost helemaal niks en zo krijg je als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video dus uitleg geven hoe de automaat werkt van de Opel Corsa. Nou, we hebben al meer video's gemaakt van de Opel Corsa. Bijvoorbeeld met uitleg over de nieuwe Opel Corsa GS-lijn uitvoering. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even linken. En we hebben ook een hele mooie instructievideo gemaakt over de nieuwe elektrische Opel Corsa e. En die kun je hierboven ook bekijken. Maar in deze video ga ik dus uitleg geven over de automaat in de nieuwe Opel Corsa en nieuwe Opel Corsa e. En hoe werkt het? En welke mogelijkheden zijn er? En welke tips zijn er? Dat laat ik je nu zien. Nou, en zo ziet de automaat van de Opel Corsa en de Opel Corsa e eruit. En die automaat die heeft dus verschillende standen. Dan begin ik dus bij de P en dat is eigenlijk de parkeerstand. En dat is de stand waar je ook automatisch altijd in staat als je de auto dus ook start. Hij rolt er niet weg en er is een veilige stand als je ook lang moet parkeren, bijvoorbeeld even lang moet wachten, kun je hem altijd hier ook in de P zetten. Daarnaast zijn er ook nog andere standen. We hebben de R, dat is voor de achteruit. We hebben de N, dat is voor de neutraal, die kun je bijvoorbeeld in de wasstraat gebruiken. Of we hebben de D-stand en dat is eigenlijk voor de drive, gewoon voor het rijden. Bij de Corsa e, dus de elektrische variant, die heeft ook nog een B-stand. En de stand die staat eigenlijk voor brake. En dat wil eigenlijk zeggen dat wanneer je eigenlijk, dat je eigenlijk wat meer afremt op de elektromotor, om zo wat meer energie terug te winnen in het accupakket. Nou, en hoe ga ik dus naar verschillende standen? Dat werkt dus eigenlijk als volgt. Wanneer ik dus in de P staat en ik wil bijvoorbeeld naar de D, dus naar drive, dan moet ik zorgen natuurlijk dat ik de voet op de rem heb. En daarnaast kan ik met dit knopje hier aan de zijkant, als ik die indruk, kan ik die een tikje naar achter geven. Dan gaat hij in dit geval naar de N, dus een neutraal stand. En daarna, dan hoef je het knopje niet in te drukken, toch een tikje naar achteren. En dan gaat hij in de D, dus in de drive stand. Dus zo zet je hem dus in de rijstand eigenlijk, dus van drive. Voor de mensen van de Corsa e, dus die hem in de B-stand willen zetten, is het eigenlijk nog een tikje naar beneden. Daarvoor hoef je het knopje ook niet in te drukken. Je kan dan helaas hier niet zien waar die in staat, maar dat zie je wel op het display achter het stuurwiel. En die komt daar tevoorschijn. Ik hoop dat je het goed ziet, het is even ver weg, maar die komt daar dus tevoorschijn. Daar kun je dus precies zien in welke stand de automaat ook staat. Nou, en als ik hem dan bijvoorbeeld in de R wil zetten in dit geval, dus in de achteruit, dan kan ik ervoor kiezen om een 2 tikjes te geven. Maar wat nog makkelijker is, en daarvoor moet je het knopje aan de zijkant uiteraard wel even indrukken, om te unlocken eigenlijk. Die druk ik in en ik druk hem wat harder naar voren. En dan zie je dat hij in één keer ook 2 sprongen vooruit maakt en dat hij heel makkelijk dan ook in de R van achteruit staat. En terug precies hetzelfde, maar daarvoor hoef ik het knopje niet in te drukken. Dan kan ik gewoon 2 keer naar beneden drukken en dan gaat het heel makkelijk in de D. Dus ik kan ervoor kiezen om een klein tikje te geven of hem wat harder te drukken, zodat hij 2 verder gaat. En wanneer ik dus op plek van bestemming ben, dan kan ik dus op de P drukken. Maar dat hoeft niet, want als je de auto gewoon uitzet, dan gaat hij automatisch op de P, dus op de parkeerstand. Nou, zoals ik al zei, is de Corsa dus leefbaar in de automaat in de benzineuitvoering en in de elektrische uitvoering. En die is altijd gekoppeld aan de elektronische handrem. En die bevindt zich hier. Wanneer de auto dus start of afsluit, dan wordt de handrem automatisch aangetrokken. En dan staat hij op de handrem. Dan zie je hier ook het lampje branden. En ook in het display achter het stuurwiel komt hij ook tevoorschijn. Nou, wanneer ik hem dan in de D zet, dus in de drive stand zoals nu, en ik wil wegrijden, hoef ik het knopje niet in te drukken. Ik kan dan in principe gewoon de rem loslaten en wat gas geven, of in dit geval, ik zit in een elektrische auto, wat stroom geven en dan gaat de handrem er automatisch vanaf. En als tip wil ik nog meegeven, eigenlijk voor in de wasstand, die vraag krijgen wij wel eens, van hoe kun je dan het makkelijkste doen. Je kan het makkelijkste gewoon in de N stand zetten, de handrem, als hij erop staat, dan brandt het lampje. En de afval hebben, druk je eventjes het knopje naar beneden met de voetrem ingedrukt. Dan gaat het lampje uit. En om eigenlijk dan met de motor aan, maar die moet uiteraard wel aanblijven, gewoon te laten staan. En dan zie je dat hij natuurlijk heel makkelijk door de wasser heen kan. Wat ook standaard in combinatie met de automaat is de drive mode. En dat is de knop die naast de elektronische handrem zit. Zowel natuurlijk bij de benzineautomaat als bij de elektrische Opel Corsa. En daarbij kun je dus verschillende rijmodussen instellen. Hij staat standaard altijd op normaal, maar je kunt ook naar de eco en naar de sport. En dan kun je heel mooi in het display zien. Nou, als hier de normale stand staat, daar komt er niks te staan. Maar zodra ik bijvoorbeeld aan de knop naar beneden druk, dus die drive modus knop naar beneden, dan kan ik hier dus kiezen voor de eco stand. Maar bij de eco stand, dan vermindert hij het brandstofverbruik, bij de brandstofmotoren. En hij zorgt voor een hogere actieradius bij de elektrische Opel Corsa. En dat doet hij
om verschillende systemen uit te schakelen en bijvoorbeeld ook de verwarming. En het vermogen van de elektromotor wordt dan ook minder. En bij de benzineversie zorgt hij voor minder brandstofverbruik door de optimalisatie van het verwarmingssysteem en van de airco. Nou, en als we de knop naar boven drukken, dan kunnen we dus kiezen net voor de normale stand, maar ook voor de sportstand. En bij de sportstand is eigenlijk net het tegenovergestelde. Bij de elektrische versie, bij de Corsa E, zorgt hij voor het maximale vermogen van de elektromotor. Nou, dat merk je echt wel tijdens het rijden. Maar uiteraard is het wel zo dat de acceleratie natuurlijk dan wel iets beperkter wordt. En bij de benzineversie zorgt hij dat de auto nog dynamischer rijdt. Nou, ik hoop dat je hiermee een duidelijke en heldere uitleg hebt gegeven over de automaat in de nieuwe Opel Corsa. Mocht er nog aanvullende vragen zijn, kun je die heel makkelijk hieronder in deze balk intypen, zodat we er uiteraard snel op kunnen reageren. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom om bij ons langs te komen aan de Centurion Noord 133 in Roden, waar we natuurlijk de nieuwe Opel Corsa en de Corsa E hebben staan. En een proefrit is ook altijd mogelijk. Nou, volgende week verschijnt er weer een nieuwe video en uiteraard hoop ik dat we elkaar dan weer zien. Super bedankt voor het kijken en tot volgende week. Tot ziens!